Yo, goedemorgen. We staan hier met dit druilige weer. Het zou mooi gaan worden, maar het is nog een beetje druilerig. Het is vandaag 12 september, 's morgens, 8:15. We gaan een rondje maken door Twente, Salland, dus van hier richting Nijverdal. En een beetje Hellendoorn, richting Tuberg en Geesteren. En dan langzaam weer terug, Denenkamp, de Lut. Het zal alles bij elkaar ongeveer 150 kilometer zijn. Ik doe het op een nieuwe fiets. We gaan kijken of ik dat met deze fiets wel kan halen. Die andere had meer dan 10.000 op zitten. We gaan weer voor wat beter. Als het goed is, de motor wat rustiger. Hij kan ook iets verder. Ik wil ook wat meerdere afstanden gaan proberen. Dus vandaar dat we op deze fiets doen. Je zult niet al te veel filmpjes zien vanmorgen. Direct met deze mist. Als ik onderweg wat zie, dan zal ik dat even opnemen. En anders ga ik eerst een paar kilometers maken. Ik denk dat waarschijnlijk bij Beckum in de buurt nog wel even weer terugkom. Daar gaan we naartoe. Je ziet wel, de straten zijn al nat. Zo ziet, komt langzaam de zon erdoor. Het zou droog blijven vandaag. Maar helaas, ik zou het toch met de regen een beetje moeten doen.
Dus vandaar dat ik dus hier even sta. Dan ga ik even wat eten en drinken droog. En dan ga ik zo meteen weer verder. Ongeveer een 25 tot 30 kilometer erop zitten. Dus we moeten nog een stukje tot 150. Maar we spreken elkaar. Goedemorgen. We staan hier op de hei. Ik zie wel, ik ben te laat met bloeien. Ik ben een klein uurtje onderweg. Langzaam wordt het beter met het weer. Het is rustig. Daar kwam ik weg. Die kant daar ga ik naartoe. Iets nog lekker. Ik zou het voor moeten kunnen houden die 150 kilometer. Ik ben benieuwd. Met een nieuwe trekkingfiets. Alle verpakking die ik normaal gesproken bij me heb zit erop. Droom. Regenkleding. Eten en drinken. Ook mijn nieuwe actioncam. De Osmo. Ja, goeiedag. Hier zijn we weer. We zijn als het goed is. Bijna op de Salandse Heuvelrug zijn we aangekomen. De meeste heide is al uitgebloed, zie ik wel. Er zit her en der nog wat paars. Ik ben gewoon te laat. Komt door omstandigheden. Dus helaas dat ik niet alles kan zien wat paars is. Her en der zie ik nog wel dat er wat in bloei is. We hebben er nu 40 kilometer op zitten. Het gaat goed. De regen is een klein beetje opgehouden. Ik hoop dat de zon ook echt goed doorkomt. Want alleen de hele dag in de regen fietsen is niet echt lekker. Dus ik hoop dat het allemaal goed komt met de regen. Ik sta hier mooi boven op de A1, vlak bij de Salandse Heuvelrug. Ik heb er nog een klein stukje van, dan ga ik richting Hellendoorn en Nijverdal. We zitten hier weer op de Salandse Heuvelrug, dat kunnen jullie zien. Toch is het van de heide nou een beetje paars. Het is niet zo mooi als het in het begin was. Maar het ziet er allemaal nog goed uit. We zitten richting 40, 45 kilometer. De zon begint te schijnen, dus ik moet eens even een jasje uit doen straks bij Hellendoorn.
is de onderdoorgang in Nijverdal. Gaan ze niet meer door de stad. Dan gaan ze daar richting Zwolle. De auto's ook. We gaan even naar meer door het dorp. We gaan allemaal buiten doen. We'll be right back.
mee hier. Dit is de A1 naar Duitsland. Daar is Duitsland die kant op. Ik stop hier zo meteen. Ik heb de 130 kilometer op zitten, dus ik moet een kleine 20 kilometer naar Enschede. Het was een hele mooie route, echt hele mooie natuur gezien. Mooie wegen waar ik zelf nog niet ben geweest. Niet verwacht. Altijd afwachten als je wat maakt. Het zag er gewoon goed uit. De wegen waren allemaal goed te bereiden. Waarom niet druk? Thank you.